In Dongen hangt vaak een typisch luchtje. Vaak afkomstig van de nabijgelegen leerlooierij van Echo. Het is een beetje een indringend luchtje. Ik kan het geen naam geven eigenlijk, moet ik hier ook toegeven. Want, het stinkt gewoon. Het stinkt gewoon, ja. Het is een hele misselijkmakende stank. Een stank van kadavers. Een geur die dan buiten hangt, maar die vervolgens ook je huis binnenkomt. En niet alleen in Dongen, maar ook buiten de gemeentegrens is de stankoverlast algemeen bekend. De voetbalclubs die hier naartoe komen noemen dit de VV Stinkvereniging. De stank wordt veroorzaakt door de oude waterzuiveringsinstallatie van Echo. Vooral het slip dat achterblijft stinkt. Het bedrijf onderkent het probleem. Echo heeft daarom bij de gemeente een vergunning aangevraagd voor een nieuwe installatie. En die tank wordt volledig afgezogen. Dus alle lucht die hier nu bij vrijkomt, die wordt dadelijk meegenomen en die wordt gezuiverd. En dan is eigenlijk het allergrootste gedeelte is weg. Ondanks de toezegging van Echo hebben ruim 300 Dongenaren toch bezwaar gemaakt tegen de aanvraag voor de milieuvergunning. Ze willen dat de gemeente voortaan sancties oplegt aan het bedrijf als de stank niet vermindert. De gemeente zou Echo daarom in de toekomst scherper moeten gaan controleren. Ze willen hier heel graag zitten. Ik denk dat ze nu naar de Dongse bevolking moeten laten zien dat ze het ook waard vinden om hier te zitten. En dat ze die overlast die ze nu al zoveel jaren veroorzaken, oplossen. Ja, ik ga een beetje kip en een ei verhaal natuurlijk. We willen het probleem oplossen en daar hebben we een vergunning voor nodig. En zonder vergunning kunnen we het probleem niet oplossen. Vanavond worden de bezwaarschriften aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders van Dongen. De uiteindelijke beslissing is daarna aan de gemeenteraad. En tot die tijd zullen de Dongenaren nog even moeten blijven improviseren. Ja, dit heb ik speciaal om de geur te maskeren van de looierij. En vandaar dat dit heel goed helpt.